jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de jamstalk. Yo, what up, champs? Welkom vandaag bij deze gloednieuwe video. Vandaag zit ik hier met de one and only Hamid Safi. Hoe is het met je, bro? Hallo, bro. Ja, alles is goed. Perfect. Alles gaat goed. En mij ook? Ja, gaat goed. Gaat heel goed. Goed ook om weer te spreken. Het is inmiddels alweer een tijdje geleden natuurlijk. Jij hebt een gevecht opkomen voor de mensen thuis. Wanneer vecht jij? Ja, ik vecht een Eindhoven Cage Warriors Olens. Belt voor dat. Voor de belt again, inderdaad. Je komt het terugpakken, toch? Ja, zeker. Deze zaterdag is het zover. Ja. Jij gaat inderdaad tegen een oud bekende, Mohammed is zijn achternaam. Vertel eens wat over je tegenstander. Ja, ik heb laatste keer gevochten met hem in Cage Warriors. En was best gelopen, verloren dus. En nu ben ik hier om terug alles op zijn plaats te zetten. Alles op zijn plaats te zetten, dat zeg je heel erg mooi. Heb je heel erg geleerd van je vorige partij? Ja, ik had naar die partij nog een paar keer gekeken en ik heb gezien dat ik een paar fouten gemaakt. En ja, nu ik hoop dat ik met minder fouten en dat ik daar nu goed kan uitvoeren. Ik heb het geleerd. Netjes. Had je misschien een beetje onderschat van tevoren? Nee, ik onderschat bijna nooit mijn tegenstanders. Eigenlijk nooit, ik onderschat mijn tegenstanders. Maar ik was denk ik een beetje zelfzeker. En gewoon, dat was een beetje te. Ik wou eigenlijk gewoon een mooie fight tonen en rechtsstand uit te voeren, maar daar was iets misser over. Ja. Je hebt net zelf gezegd, je had niet heel veel zelfvertrouwen voor dat gevecht. Is dat nu wel hoger? De zelfvertrouwen heb ik altijd. En om als een vechter moet je weer zelfvertrouwen hebben, maar nooit jouw tegenstander onderschatten natuurlijk. En ik onderschat mijn tegenstander niet. Ik heb zeker meer zelfvertrouwen. En deze keer ik ga komen om te bewijzen. En wie beter vechter is en wie beter is, gaat hij ook winnen, zeker. Mooi. Hoe gaat je trainingskamp tot nu toe? Gaat heel goed. Ik heb zeker na Mohammed Falkar nog ik heb 3 keer partij gedraaid. 1 keer kickbox, 2 keer MMA. Dat was een goed resultaat behaald. En daarna nu ook blijven trainen en klaarmaken voor een nieuw event voor Cage Warriors. En Dat gaat top zijn. Ik ben klaar op. Netjes. Want hoe ziet eigenlijk de laatste week naar zo'n partij eruit? Want we zitten nu in Fight Week natuurlijk. Is jouw training dan heel erg anders ook? Nu is de laatste week dus. Nu gewoon meer opletten op het gewicht. Niet te zwaar. Veel padswerk. Techniek en pads. Veel nu momenteel. Week daarvoor, 2 weken daarvoor. Veel zwaar. Vele conditie, fysiek en grondwerk en alles. Maar nu is de laatste week, dus daardoor doen we meer pads en techniek. Oké. Doe je ook aan sparren in de laatste week of is dat te risicovol? Sowieso. We hebben nu zaterdag en zondag hebben we sparring gedaan, laatste sparring. En nu maandag, vanaf maandag dan weer gewoon normaal en rustig, geen sparring meer, laatste week. Oké. Ga je ook gelijk weer de gym induiken wanneer je klaar bent met je partij? Of neem je eventjes wat rust? Nee, meestal neem ik 1 dag rust, want dat moet van trainer. Als ik geen blessure heb, ben ik dan aanwezig in de training. Zeker weer geen tijd te verliezen met trainen en klaarstaan voor vervolg. Juist. Ik vind het mooi wat je net zei. Ik wil er eventjes op terugkomen. Je hebt inderdaad wat partijen in de tussentijd ook gedraaid. Eentje inderdaad in MMA bij de PAF. Daar had je ook de KO of the Night gehaald, toch? Ja. Zo, met een draaitrap. Ja. Dat was heel leuk. Mooi event.
veel mensen. Dat was echt tof om daar te vechten. Maar Cage Warriors home. En normaal na Cage Warriors ga ik daar ook een partij hebben voor belt. Oké. Okay. Oh, dus dan heb je twee belts. Ja. Kijk. Is daar al een datum van bekend? Sorry? Is er al een datum van bekend? Van die andere titel? Ja, dat is... ik moet nog kijken. Dat is denk ik... in mei, denk ik. Of 2 mei. Zo, ik moet nog kijken. Ja. Oké. Okay. Maar eerst focussen op dit week. Deze week. Ja, zeker. Eerst deze, daarna de volgende. Daarna de volgende week, inderdaad. Dan komt dat er weer aan. Ja, die KO of die Night, dat was dus inderdaad een draaitrap. Was dat iets waar je van tevoren ook extra op hebt getraind? De backkick is eigenlijk dat is een kick die ik graag heb. Dat is niet echt erop te getraind. Ik gebruik dat bijna altijd in mijn sparring en training. Dat was dus iets dat ik een beetje goed in ben. En ik heb dat geprobeerd op het juiste moment en dat was gelukkig. Ja, voor de mensen die jou ook een beetje kennen, die jou al wat meerdere partijen van jou hebben gezien. Jij staat sowieso wel een beetje bekend om wat special attacks, om het zo te zeggen. Ja, bedankt. Altijd proberen iets moois te tonen, mooie show te tonen en een goede partij te tonen. Dus als een vechter doe ik dat graag. Juist. En bij Cage Warriors is de sfeer natuurlijk ook altijd heel erg hoog. Wat vind je van Cage Warriors als organisatie? Cage Warriors, dat is natuurlijk mijn eerste home waar ik vecht en ben. Zeker een heel tof plaats, goede plaats. Ook veel mensen die komen kijken. Meestal mensen die ik ken. Haru Kenya is altijd daar, goede matchmaker. Natuurlijk, dat is een heel toffe plaats om te vechten. Zeker de plaats waar ik zou willen komen en mooie fights te tonen. Is dat ook de plek waar jij jouw stap naar het professionele wil zetten bij Cage Warriors? Dat is zeker een vraag waar ik nog moet nadenken over. Ik heb nog tijd nodig voor professioneel te worden. En dat zou zeker wel een stap zijn. Maar niet zo snel, want ik wil nog veel opbouwen en veel kennen en zo. Dus dat een beetje tijd kost, ja. Nog even wat minuutjes opbouwen in de kooi. Ja. Ben je er wel een beetje mee bezig met je toekomst, wat je hierna allemaal wil doen? Ja, een beetje. Niet echt planning, maar ongeveer weet ik iets in mijn hoofd. Nu bijvoorbeeld Cage Warrior, daarna PF. Ik wil ook meedoen met Belgische kampioenschap. Okay. Er zijn twee eventen die ik kan meedoen. En als ik al twee ben, kan ik meedoen met het nationale team. En zou ik graag willen ook meedoen met de wereldkampioenschap. En momenteel dat is de planning en hopelijk gaat alles goed lopen. Juist. Je had ook al wat kickboxwedstrijden gedraaid, zei je inderdaad. Is dat misschien ook iets waar je in verder door wil gaan? Kickbox. Ik doe dat heel graag. Dat is heel leuk. Dat is niet gelijk MMA. Dat is een beetje anders. MMA is mix, maar kickbox is gewoon rechtstand en puur vechten. Ik vind dat ook als een man leuk om gewoon vechten, rechtstand, voeten en handen. Ik vind dat leuk als een prof. Ik weet dat niet. Is dat een goed idee? Maar ik denk wel weer daarover na. Misschien zou het wel iets zijn om als een prop ook verder te doen. Oké. Wat vind jij zwaarder? Want dat wordt toch vaak een beetje als een debat gezien. Is MMA nou zwaarder of kickboksen? Omdat kickboksen, dan heb je natuurlijk niet de ground game erbij. Maar bij MMA kan je bijvoorbeeld inderdaad ook vluchten naar de grond toe. Dus wat vind jij persoonlijk zwaarder? Zwaarder? Ik denk MMA is nog zwaarder. Ja? Ja. MMA is gewoon... bij kickbox, ik denk je moet gewoon recht staan. Natuurlijk je hersen gebruiken. Je moet een goede tactiek hebben. Techniek ook om te vechten. Maar ik denk bij MMA is meer nadenken. Meer technisch vechten. En dat is gewoon meer... Want er zijn weer opties. Daardoor heb je meer kansen nodig. En meer je moet dus goed gebruik van maken. Dus ik denk MMA, ja.
persoonlijk. Oké. Okay. Dan wil ik het nog één keertje, wil ik even gaan terugkoppelen op jouw partij voor zaterdag. Jouw tegenstander gaat hoogstwaarschijnlijk deze video ook zien. Heb je een final message voor hem voor zaterdag? Voor zaterdag, voor Mohamed Fakhar. Ja, succes, Mohamed Fakhar. En inshallah tot zaterdag. Ik hoop dat het anders loopt en ik zal mijn best doen om goed te komen. Dat is alles. Tot zaterdag. Goed om te horen, bro. Ik ben er sowieso bij zaterdag. Ik heb hartstikke veel zin in en ik spreek je sowieso naar je partij weer, man. Ja, dankjewel. Tot zaterdag. Is goed, man. Zie ik je zaterdag. Ja. Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.